Ja, het is het land van Tuvalu. Wat heb jij met Tuvalu, Paul? Nou ja, ik vind Tuvalu een heel bijzondere bestemming waar je naartoe kan vliegen. Maar Tuvalu is bovenal voor mij ook vooral een heel bijzonder voetballand. En Tuvalu is eigenlijk het kleinste land ter wereld dat graag lid wil worden van de FIFA. En dat vind ik iets heel bijzonders. Wat wil je ermee bereiken? Tuvalu wil heel graag lid worden van de FIFA. En in 2009 ben ik een project gestart om dit te kunnen bewerkstelligen binnen een bepaalde termijn. Ja. En welke termijn denk je dan aan? We hadden een 5-jaar plan geschreven en we zijn aardig op weg. We hebben al aardig wat zaken verbeterd. En we zijn hard aan de slag om daar iets moois van te maken en te voldoen aan de FIFA-eisen. Als je het land eens bekijkt, is het heel bijzonder, hè? Heel smal volgens mij. Ja, het breedste stuk is ongeveer 400 meter in Tuvalu. Het zijn in totaal meer dan 130 eilanden, waarvan er 8 bewoond zijn. En het breedste stuk is dus binnen 5 minuten te bewandelen. En daarmee is Tuvalu dus ook een van de allerkleinste landen ter wereld. Ja. Hoe voetballen ze daar? Nou, de meeste spelers die voetballen op de landingsbaan, dat is in ieder geval de trainingslocaties. Iedere club heeft zijn eigen stukje landingsbaan. En in het weekend dan wordt er gespeeld op het enige voetbalveld van het land, op Tuvalu Sports Ground, waar dan in 1 dag de hele competitieronde wordt afgewerkt. Hoeveel voetballers telt het land? Ongeveer 500 actieve voetballers. Okay. En hoeveel inwoners wonen op het grote eiland? Ongeveer 5000. En er zijn ook kleinere eilanden. Hoe ver liggen die van het grote eiland verwijderd? Toch nog honderden kilometers. Zo'n 200 tot 300 kilometer. De afstand tussen het meest noordelijke en meest zuidelijke eiland is, dacht ik, al zeker 800 kilometer. Je hebt de ploeg naar Nederland gehaald. Wat gaan ze hier bereiken, denk je? Nou, hier zullen ze vooral veel ervaring op doen. Ze zullen beter worden als voetballer. En daarnaast kunnen ze inspiratie op doen hoe het topsport eraan toe gaat. En dat geeft wat referentiekader. Voor als zij straks de kiks aan de wil hangen en zij trainer worden, dan hebben ze die ervaring, die nemen ze dan mee. En die kunnen ze dan praktiseren op Tuvalu Sports Ground. Ja. Maar het is natuurlijk een cultuurshock, want ik denk dat de meeste spelers nog nooit van het eiland zijn afgeweest. Klopt dat? Ja, het is wel een cultuurshock, ja, in die zin. Dat ze het wel allemaal heel spannend vinden en alles is nieuw. En dat is best wel indrukwekkend voor deze spelers. Ze hebben zoveel dingen nog niet gezien. Noem ze een paar voorbeelden. Nou, we verreden met de trein van Schiphol naar Friesland, door Flevoland. En dan heb je uitgestrekte landschappen. En in de verte dacht iemand vanuit de trein een leeuw te zien lopen. Maar dat was gewoon een koe. En schoon water, hoe bijzonder is dat voor ze? Schoon water is iets ontzettend belangrijks voor de mensen in Tuvalu. Tuvalu heeft immers geen grondwater. En al het water wat zij hebben, dat komt enerzijds uit de enige ontziltingsmachine die daar op het hoofdeiland staat. En anderzijds komt het van het dakgoot en de hoeveelheid regen die daar valt. Maar in het droge seizoen is dat een serieus probleem. Ja. Ik hoorde dat er een beetje paniek was dat sommige spelers gewoon water bij de toilet hadden getapt. Die konden dat niet begrijpen binnen het thuisland. Klopt dat? Dat klopt, ja. In Tuvalu is het absoluut niet mogelijk om gewoon uit de kraan water te drinken. En aangezien meer dan de helft nog nooit van een eigen eiland is af geweest, tot nu, dachten zij dat zij ontzettend ziek zouden worden als zij water uit de kraan moesten drinken hier in Nederland. Ja. Ja. En de kerk, hoe belangrijk is de kerk voor de spelers? Nou, de kerk is echt als eten en drinken, het hoort bij het leven van de Tuvaluaan. 97% of 98% is protestants en dan de Tuvaluaanse variant daarvan. En ja, iedereen is daar gelovig en praktiseert het geloof iedere dag ook. Ja. En ze zijn heel muzikaal, hoe komt dat? Nou, veel Tuvaluanen doen ook actief mee. Het is een protestantse kerk, dus veel interactie. Veel zang en iedereen kan daar gewoon zingen, omdat dat gewoon echt bij de opvoeding hoort. Okay. Jij bent vooral vrolijk geworden van de wedstrijden van die kleine kindertjes, 101 kinderen tegen het team van jou. Hoe ben je dan aan het idee gekomen? Nou, ik zag dat Real Madrid ooit eerder dat had gedaan in China, toen zij een rondtour deden. En toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, waarom is dit nooit eerder in Nederland uitgevoerd? En op die manier kun je een hele voetbalvereniging in beweging krijgen en interactie hebben met niet alleen toeschouwers of de senioren van de selectie, maar ook de kleinsten, de jeugd en daarmee dus ook de ouders. En het is een groot succes, dus we gaan dat heel vaak uitvoeren.